En nou, Vechtsport Info Wrestling presents The Dutch WrestleMania Experience. Ja, ik ben klaar. Oké, dames en heren. Het is Beatspeech Real IP, oftewel Yannick Pereira. En ik ben hier met... Gerard Middelberg, oftewel de Dutch WWE-fan. En we zijn in... Ja, wat denk jij? Los Angeles, WrestleMania Press Conference. Kijk, dames en heren, welkom bij deze officiële video van de Dutch WrestleMania Experience. Of course, hebben we vandaag heel veel coole interviews gehad. Huh? En
En die gaan we laten zien aan jullie. Dus ja, daar zijn we wel redelijk excited voor. Ja, we zijn hartstikke excited. Iedere dag een hiccup. Eén videootje, jammer genoeg, een beetje de audio uitgevallen. En dat was eigenlijk de leukste. Ja. Maar goed, we gaan het ondertitelen vieren. We gaan het beste ervan maken. Dus we hopen zo meteen nog de most entertaining man in the show business in wrestling hier te krijgen. En dat is de mis. Dus ja, ik zou zeggen, joh, blijf kijken. Ja, check alle interviews. Ze staan allemaal apart online. En dan komt uiteindelijk ook nog een video waar alle interviews in één video komen. Maar dat is pas later. Eerst komen ze allemaal apart, stuk voor stuk online. Deel ze. Comment er ook eventjes op wat je vindt van de video's. En of jij suggesties hebt voor volgende interviews. Ja, want zoals Jan ik verteld heb. Morgenavond, WrestleMania, nog avond 1. Hebben we ook een persconferentie. Achteraf. Mocht je tijdens WrestleMania dus een wedstrijd zien waar je een vraag over wil stellen en de betreffende superstar zit er en wij kunnen die vraag stellen, dan gaan we ook proberen te stellen voor jullie. Beter kan je niet krijgen. Precies, en het wordt lastig, want als je, ik zou zo meteen, zou ik even een video erin monteren, want je ziet hoe freaking druk het hier is in deze zaal. Wij zijn niet de enige media, dames en heren, er staan hier zoveel media outlets van over de hele wereld. Hier om ons heen staan wat Italiaanse media, we hebben Mexicaanse media, we hebben Spaans, we hebben alles eigenlijk wel voorbij zien komen. Game Kings is hier vanuit Nederland, wat ook wel vet is. Shout-out naar Skate. Maar ja, dames en heren, het is sowieso een vette experience. Je hoort net Chad Gable op de achtergrond de boel sjoesje. Ik ben ook gesjoesd, helaas. Ja, we sjoesje, de boel. Ja. Dus maten jongens, sjoes. 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 All you guys think there. I love you. You're a great group of people. Every time I've dealt with you, you've been nice, but do me a favor once in a while. Shoes! Damn, I could have sworn you said that. Big budget. Alright, dames en heren, we zijn hier met de most must-see WWE superstar of all time, The Miz. En dames en heren, we staan hier met Zoe Stark van NXT. Oké, we zijn hier voor Vechtsport Info Wrestling met de Viking Raiders. Aria, hi. Nice to see you again. Nice to see you. We zijn hier voor Vechtsport Wrestling Info. Ladies, big tag team match this Saturday. Okay, so we're standing here with WWE superstar Natalya. First of all, Natalya, are you excited for this weekend? I'm so excited. I literally haven't felt this happy in like... We'll be right back.
stable sign for crypto.com arena. You know, mostly the power is in the rich people, in the hands of the rich people, you know, directly or indirectly. Booyaka, 619! Voor de Hall of Fame gaat hij even nog, jongens, even het verkeer regelen. Hey, wat is dit nou? Ja, SoundCloud, de superstar is het.
Oké, dames en heren, we zijn nu net eigenlijk naar SmackDown en de Hall of Fame. Zijn we nu bij het Convention Center. Deze twee heren, degene die de camera vast hebben, deze show, hebben de halve Convention Center leeggekocht. Ik heb het gehouden bij een t-shirtje en een bekertje. Want de prijzen die zijn hier door het dak heen, maar ergens waar die lichten naartoe schijnen. Maar het ziet er wel weer fantastisch uit. Ze hebben dit jaar geen access. Dat is dan weer jammer, maar ze hebben gecompenseerd met een gratis soort van store. Je moet een bekertje kopen? Ja, ga maar door, hoor. Oh ja, ga je nu weer in verkooppraatje halen? Ja. Maar in ieder geval, waar je gewoon allemaal dingen kan doen. Je kan heel veel dingen kopen daar. Je hebt allemaal memorabilia staan, zoals de auto van Eddie Guerrero. En andere verschillende dingen eigenlijk. Je krijgt van alles wel een beetje. Ja, er is een hoop. Alleen ik heb ook niet gezien, want ik ben alleen maar aan het shoppen geweest. En dat resulteert in de rekening van $350. Maar goed, maar het lullig is, de prijzen zijn hoog. En er zit ook nog eens een keer 8% belasting geloof ik op of zo. Dus het tikken echt aardig aan. Ja, het is één ding is zeker, het is hier niet goedkoop om te shoppen of dingen. Nee. Of alles in LA is wel prijzig. De Kalverstraat is goedkoper, zegt hij. Dat heb ik niet gezegd, maar daar komt het wel een beetje op neer. Maar goed, wij gaan nu terug naar het huisje eigenlijk, hè? Ja, terug naar het huisje, naar een evenement ver in de avond. Dus, ja goed, jongens, ik zou zeggen, blijf kijken. John, Mike, subscribe, nodig je moeder uit, schoonmoeder, je weet het wel, iedereen. Mag er een vader komen of alleen? Ja, liefst mooie vrouw. Dat zegt hij, dat zegt hij, ik heb niks gezegd, ja, voordat ik dat gezegd heb. Hij is meer van de mannen en ik van de vrouwen. Nee, zo gaan we het niet spelen. Dat is andere redenen. Maar dan gaan we het niet. Hij is van Ajax, dat zal zo ook mee. Kijk. Maar als je van Ajax bent, dan ben je nog zo van voetbal. En als je van Feyenoord bent, dan ben je gewoon verkeerd geboren. Maar dat maakt niet uit. En dat wil ik voor de rest ook niet hier in deze wrestling channel brengen. Heeft onze cameraman nog een mening over Ajax? Ajax? En over Feyenoord dan? Alle tegenslagen in het leven doen pijn, maar alles beter dan 0-20 supporter zijn. Hey. Ja, dat is een woord, dat is wat je me. Ja, dames en heren, we zijn hier dus bij WrestleMania. Dat dichterbij kan je niet komen. Zoals je achter me ziet, gigantische stage. Maar als je dit stadion filmt, dit is het grootste stadion wat ik ooit heb gezien, dames en heren. Het is echt werkelijk waar gigantisch. Geniet lekker mee, wij gaan het coole sfeerbeelden laten zien. Here we go.
daar! Damn!
you want. This ain't what you want. This ain't what you want. She's got a block. I just wanna rock. Thank you.
lopen gezellig naar beneden. Dit is al trouwens de derde, want Jannik was vergeten om aan te zetten. Dit is al de derde rem die we naar beneden gaan. Wacht. En dat gaan we laten zien. Hoe ver moet je? Heel ver. Het lijkt best wel mee te vallen, maar ja. Dit zijn best wel grote stukken. Maar let op, je zag niet heel diep, of 80 meter of zo. Maar elke keer, als je dan voor je kijkt, moet je gewoon tegelijk rechtdoor lopen. Om weer terug te komen, om weer die kant op te gaan, om weer die kant op te gaan. En naar beneden, met mijn gewicht, gaat het makkelijk. Zwaartekracht doet zijn werk. Ik kan zelf rollen. Alleen naar boven. Hebben we een takelwagen nodig? Of een sleepwagen? Anders gaan we niet worden. Dus we zijn onderweg, hè? Ja, ik kan niet ongeveer hier zien. Ja. Precies. Alright. Thank you. Ja, we hebben overal controles. Ja, dat ook nog. En trouwens, gisteren merkte wij. Vroeger had je controle voor je stoelen, weet je wel? Dat was maar één keer. Dus één rij mensen die controleert of jij een kaartje had voor een stoel. En dan mocht je de stoel meenemen. Gisteren zijn we 8 controleposten tegengekomen. En zelfs nog bij de 6e controlepost hadden ze iemand te pakken die stoel gestolen had. Ja, dus het is streng, hè? Ja, het is echt streng. Oké, we gaan nu naar de stoelen. Let's go.
be my man. Here comes the money. Let's go!
Wij vragen ons af of die titelbelt van Cody Rhodes al te koop is. Even kijken, is die er al? Nee. Die van Reigns? Ja, die wel. Twee zelfs. Ja, jongens. Echt waar, wat Janik zei, huilende mensen, blije mensen, maar heel veel mensen die pissed off waren. Ja. Omdat Cody verloren heeft. Behalve wij. Ik heb in een wrestling event het laatst gesprongen toen de Hardys terugkwamen. Ja, kan je nagaan. Maar dit was even een hele grote opluchting. En de reden is gewoon heel simpel. Cody, alle respect voor. Maar je komt terug, je raakt na 3 wedstrijden geblesseerd. En je krijgt alles in je schoot geworpen zo. Nee, dan vind ik niet dat je die titel verdient. Nee. Hey, SummerSlam, als hij hem dan pakt, maakt mij niet uit. En dat soort dingetjes, maar niet zo, weet je wel. Dus op dit moment acknowledgen we de Tribal Chief. Ja. Yep. Bow down to the king.
Ha ha ha!